Dat er een drukte ontstaat bij de verschillende supermarkten en winkels gaat minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zijn verstand te boven. Het is nergens voor nodig dat er chaos wordt gecreëerd op straat, meent de bewindsman. Onze nieuwsdienst ging op pad om de drukte die er sinds de ochtenduren is ontstaan vast te leggen. Er waren bij verschillende winkels, slagerijen en ATM-machines lange rijen van mensen. Minister Ramadan snapt niet waarom mensen zomaar in paniek raken. Er is weliswaar al totale lockdown, maar de samenleving heeft zekerheid dat ze van de eerste levensbehoeften wordt voorzien. Omdat er op maandag, woensdag en vrijdag zij haar kleine inkopen kan gaan doen, zegt de volksgezondheidsminister. Ik snap niet dat als er een drukte zou ontstaan op straat of bij winkels, dat ik snap niet waarom dat zou moeten gebeuren, omdat je feitelijk zekerheden hebt. Als het vandaag niet lukt, heb je woensdag weer de ruimte. Als het woensdag niet lukt, heb je vrijdag weer de ruimte. Dus we hebben zoveel supermarkten, we hebben zoveel weekwinkels. Ik zou de mensen gewoon adviseren, we gaan die winkels open houden. Die winkels blijven open, dus maak je geen zorgen. Als je vandaag iets niet hebt kunnen kopen, kan het weer op woensdag. En dat is iets, een boodschap dat ik wil geven om die crowding ook een beetje op straat te voorkomen. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. De bewindsman vraagt de samenleving niet in paniek te raken, want, zegt hij, de winkels en andere essentiële zaken zijn 3 dagen in de week normaal open. Dit zal zo blijven voor de komende 3 weken, telkens van 8:00 's morgens tot 4:00 's middags. Daarna is het verboden zich zonder valide reden op straat te begeven.